de fles om 7 uur, 11 uur. Oh, wat lullig. Nee, echt super stom. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is woensdag vandaag, dus we beginnen de dag met een... Ratslag! Hop, hop. Yola die is even weer haar, de rest van de video aan het opnemen, waar ze gisteren al mee was begonnen. Een grote knutselbende hebben we hier op deze heerlijke, lekkere knutsel herfstvakantie woensdag. Yola die was laat wakker vandaag, joh, door gisteren. Nee. Daar zijn de herfstvakanties voor. Lekker uitslapen, lekker knutselen. Lekker films kijken, lekker chillen. Morgen gaan we naar de film. Morgen gaan we weer naar de film, ja. We hebben heel veel tips van jullie gekregen om naar films te gaan. En heel veel tipjes over, hoe heet het? Zwaar verliefd, ja. Dus we gaan even kijken, misschien dat we daarin gaan. Even kijken nog. Yola heeft weer een nieuwe rugzak gehad. Deze is wel echt... Nou. Vertel jij eens wat je ervan vond. Heel vet. Wow, waarom krijg ik nooit zulke tassen opgestuurd? Jezus, wat een superleuke. Mag ik hem lenen? Af en toe? Heel even? Een beetje? Alsjeblieft. Pick and pack. En dan gaan we even boven opruimen en schoonmaken. Dus ja, dan moet Jax mee. Maar dat vindt hij helemaal niet erg, hè? Want hij vindt het heel erg leuk om op bed te spelen. Dan ben ik eigenlijk al de hele dag bezig met opruimen. Het lukt me niet echt om beneden alles af te krijgen. Omdat Yola gewoon helemaal in de knutselmodus is. Dus de tafel kan ik niet opruimen. Op dit moment komen Bart's ouders langs. Het is 5 uur. Die willen Jax even zien. Dus ik moet nu met Jax naar beneden. Ik vind dat wel een dingetje. Ze vragen niet veel van mij, maar alle mensen bij elkaar vragen wel veel van mij. Snap je wat ik bedoel? Ik wil eigenlijk gewoon lekker mijn ding doen. En omdat me dat gewoon niet lukt op één dag, ga ik er een beetje van balen dat ik dan niet verder kan. Ja, dat is ook te begrijpen. Wie wil dit lieve ventje nou niet zien? Je bent zo lief. En zo leuk. Ja. Rollenboller. Rollenbolly. Heerlijk. Heerlijk. Hier kan ik ook gewoon eeuwig naast blijven liggen. Gisteravond tot 2 uur 's nachts zitten editen. Omdat ik heel graag de Dies Denkt video toch online wilde gooien. Dus een beetje moe. Maar goed, Jax ligt weer in bed. Ik zit even achter de laptop. Yola, die zit nog steeds helemaal in de herfstvakantie knutselmodus. Dus ik zit hier achter de laptop en Yola die zit lekker te knutselen. Nu zit ze daar. Bart is boven aan het werk met Daan, zijn compagnon. Dus ik, I am dismissed uit de office today. Goedemorgen, liefie. Hey. Het is tijd om Jax zijn schema eens een keertje met jullie te gaan delen. Want ik had namelijk beloofd dat op het moment dat het eindelijk echt heel goed, standvastig goed zou gaan, dat ik dat nog even met jullie zou delen. Want ik heb natuurlijk ook mijn struggles gehad op dat vlak. Maar inmiddels is het echt al, denk ik, al 2 weken gewoon echt heel stabiel met slapen overdag. Dus het is echt een top schemaatje voor ons. En dit is die van ons. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk voor elk babytje anders. Want de ene heeft gewoon veel meer slaap nodig dan de ander. Of is sneller overprikkeld dan de ander. Bij Yola was het ook heel anders. Die sliep volgens mij maar 1 keer of zo. Maar dit is in ieder geval Jax's schema nu. Dus 7 uur 's ochtends. Tussen 7 uur en 7:30 eigenlijk is dat de fles. En ja, het is natuurlijk allemaal wel... het kan een beetje een half uurtje verschillen of zo. Of een uurtje. Soms is hij laat wakker en dan schuift alles gewoon een beetje op. Maar dit is eigenlijk wat ik tot nu toe aanhoud. Dus de fles om 7 uur, 11 uur, 3 uur en 7:30. En dan als ik zelf ga slapen, dan doen we er nog even wat ingooien. Soms doe ik dat niet, maar ik merk wel dat hij dan heel vaak om 5 uur 's nachts komt. Dat hij dan nog niet helemaal tot 7 uur redt. Dus liever doe ik dat wel, want dan weet ik gewoon dat hij... tot 7:30 slaap. Dat is het een beetje voor nu. Alle flessen gaan ook helemaal leeg in these days. Zo fijn. Voor degene die dit ooit gemaakt en gestuurd heeft. Zo leuk. Ik heb
heb heel veel vragen gehad over waar deze bakjes vandaan komen. Die zijn gewoon van de HEMA. Ik vind het zelf echt super handig. Als je ze goed volpropt, is het genoeg per fruithapje of groentehapje. En ja, als ze dan op een gegeven moment allemaal afgewassen zijn, dan weet ik ook dat ik weer nieuw moet gaan maken. Het lijkt net alsof het allemaal hetzelfde is. Maar het ene is dus met pompoen, wortel, pompoen of wortel en dan broccoli en bloemkool. Ja, dat was het. Nog een appeltje er doorheen bij sommigen. Lunch of the day. We hebben tegenwoordig ook een schoonmaker ingehuurd. Ja, dat is de schoonmaker. Het is van Shiner's schoonmaakbedrijf. Ja, en lekker, dat heeft hij voor mij gemaakt. Oh ja, nee, het is geen schoonmaker. Het is allround, een allround persoon. Wat is het? Allround Shiner in de house. Oh, wat lullig. Ik heb Jola de fiets laten maken. Althans, die is nu mee met de fietsenmaker. Maar ik had een of ander nummer opgezocht via internet. En toen stond er dus een man voor de deur. En die zei, ja, ik ga de fiets maken. Ik neem hem nu mee. Maar ik had zijn busje ook helemaal niet gezien en zo. En ik ging meteen heel wantrouwig doen. Ik ben gewoon zo wantrouwig geworden naar mensen. Sinds we dus hebben meegemaakt dat onze laptop is gestolen. Dat ik echt helemaal zei van, ja, maar hoe weet ik dan dat die fiets wel terugkomt? En, maar eigenlijk was het echt gewoon een beetje schandalig. Want hij had gewoon een bus met heel groot zijn naam erop en alles. En ja, maar goed. Ik heb wel een foto gemaakt van zijn bus. Maar hij vond het niet erg, gelukkig. In ieder geval, Jola, de fiets wordt gemaakt. Want die ketting die ging de hele tijd los. We zijn onderweg naar de film. Zwaar verliefd. Zwaar verliefd op advies van jullie, hè? Ja, jongens. We hadden heel veel reacties gekregen dat we naar Zwaar Verliefd moesten gaan. Dus wij zijn daar natuurlijk zwaar vatbaar voor. Ja. En we hebben er zwaar veel zin in. Ja. Ja, dan moet je niet te zwaar aan wegen, dan moet je gewoon gaan. En het is herfstvakantie en ik heb Jola beloofd. Om de dag gaan we iets leuks doen. Om de dag gaan we iets leuks doen. Proberen iets leuks te doen. En bij deze is het dus gelukt. Ja. En Jola heeft fietsjes gemaakt. Hij is teruggebracht. Ja. Geluk. Een beetje een rare actie van mij. Maar oké. Here we go. Zwaar verliefd. Dan moet ik stoppen. Daar zitten we dan. Gezellig, hè? Ja. Lekker kijken. Vertel eens zo hoe het was. Ja. Hey, Sean. Ja. Hij was echt super. Super leuk. Nee, echt super stom. Wel een paar momentjes. Nee, dat was niet erg. We hebben een afspraak gemaakt daarover. Wat is de afspraak, Jola? Gaat één oor uit, gaat één oog in, gaat één oog uit. Ja. Maar dat vergeet ik nooit meer. Ha. Ja. De woorden vergeet ik nooit meer. Vergeet je het nooit meer? Ja. Oh. Dat is zo leuk. Ik maak even leftovers van gisteren en soepie. Even lekker simpeltjes vandaag. Het was echt heel erg leuk met Jola. Alhoewel ik wel betwijfel. Sorry Bart, ik zal je even erbij betrekken. Tuurlijk. Alhoewel ik wel betwijfel of dat echt voor alle leeftijden was. Die verhalen die ik heb gehoord. 18 plus, zeker. Nee, ze vond het wel heel erg leuk en ze kan het wel echt heel goed relativeren al. Wat zei ze nou? Er waren allemaal scènes met I-N-B-E-D. Dus. En dan bedoelt ze niet slapen. Ja, maar dat bedoelt ze niet. Maar goed, ze heeft het heel erg leuk gehad. Wij hebben morgenochtend weer een cameraploeg over de vloer. Want we gaan een klein kort filmpje opnemen voor Funda. Hartstikke leuk. Nou, dat in de volgende vlog. En bedankt voor het kijken naar deze. Ciao! Rock that joint.
half tien geweest. Zeg je wat over mij met die reep chocola laatste? Serieus?